En wat leuk dat je weer kijkt naar deze video. Zoals jullie in mijn vorige vlog konden zien, ben ik bij de Must Have Sample Sale geweest. En ik roep al heel lang, er komt een shoplog, er komt een shoplog. Nou mensen, bij deze komt de shoplog. Oh, er komt een kaartje uit. Dan moet je niet denken dat die tas helemaal vol zit. Want ik was samen met mijn moeder en ze hadden alle kleren in één tas gestopt. Die tas is ongelooflijk groot hoor. Wij hadden denk ik beide 4-5 dingen ongeveer. En we gaan ze zo vertellen. En we waren samen in totaal 80 euro kwijt. Wat is nou de clue van de Must Have Sample Sale? Er hangen gewoon heel veel kledingstukken voor een hele laag prijs. De prijs varieerde van 5 euro tot 20 euro. Dan moet ik bijna zeggen dat ik geen items heb gezien van 20 euro. Ja, jassen en blazers waren 20 euro. De rest zat er allemaal onder. Dus dat was hartstikke leuk winkelen. Wel erg lastig natuurlijk nu in verband met corona, maar daar hadden ze echt wel maatregelen voor genomen. Je mocht maar één route lopen, je moest echt langs de rekjes lopen. En als de hangers naar jou toe hingen, dan mocht je die kleding bekijken. Ja, dan hangen de hangers van jou af, dan waren ze dus voor de andere kant bedoeld en dan kwam je daar later wel. Beetje vaag hoe ik het uitleg, maar het was heel erg logisch. Zo gauw ik dacht, hé, dat kledingstuk vind ik leuk, dan lag er heel vaak onder de rekjes lagen dozen en daar lag de kleding nog in de verpakking. Dus in zo'n plastic zak, zeg maar. En ze hadden liever dan dat je dat zou pakken en de kleding die aan de rekjes hing laten hangen. Heel veel dingen waren uiteindelijk, ja, alleen nog maar aan het rekje, dus dan moest je die wel meenemen. Passen mocht niet, dus het was allemaal heel erg op de gok, maar er liepen best wel veel werknemsters rond. En die konden je heel goed adviseren van, oh, ik zou daar een S van pakken, ik zou daar een M van pakken. Dus bij deze ga ik jullie nu laten zien wat ik allemaal heb geshopt. Ja, het was ook één looproute en als je ergens voorbij was, kon je niet meer terug. Dus het was echt dat ik dacht, oké, vind ik dit leuk genoeg? Ik neem het mee en ik ga straks wel kijken wat ik ervan hou. Maar volgens mij heb ik alles gehouden uiteindelijk, dus hartstikke leuk. Ik ga jullie laten zien wat ik heb geshopt en ook hoe het staat. Dus ik... ook eens een keer aanbeelden. In ieder geval ook beelden van hoe het dus staat, hoe het valt. En ja, laten we heel snel beginnen dan. Ik ga gewoon graaien uit de zak en dit ligt bovenop. En dit moet ik echt aan laten zien, want nu denk je, dat is helemaal misgegaan. Er zit een lang sliert aan en het is eigenlijk een vestje. Het is een vestje wat je moet knopen, zo-achtig iets. Niet te doen. Nou, dit vestje moet je dus helemaal rondom knopen. Vandaar dat er zo lange slierten aan zitten. Dan kan je leuke strik maken. Het heeft iets weg van dit zo. Maar waarom wilde ik deze nou zo graag? Ik heb precies deze print en kleur flare pants van hun. Die heb ik echt al een hele tijd geleden gekocht. En voor een tientje hing er ook nog zo'n vestje. Ik dacht, nou, hoe leuk is dat? Het wordt hartstikke koud, dus ik kan het nu niet aan. Maar hey, boeien, maakt niet uit. Straks als het weer mooi weer is, dan kan ik die flare pants aan met dit vestje erop. En ik heb het wel aangehad. Het staat gewoon zo leuk. Het is ook echt een outfit voor mochten we ooit weer kunnen stappen. Ja, of zo met uitgaan of zo, dan is dit heel erg leuk. En ik weet niet wat het normaal kost. Want op de kaartjes, ja, was geen prijs. Maar in ieder geval, dit vestje was 10 euro. En ik heb hem in een ML. Want een SM oogte heel erg krapjes. En nou, een ML is prima. Even verder te blijven in die fijne, lekkere stof. Ik heb een flare pants. Ook volgens mij was deze ook maar 10 euro. Als ik dat achteraf geweten had, hè, had ik er nog één meegenomen. Ja, niet dezelfde, maar een andere print. Maar dit is eigenlijk precies dezelfde flare pants als op het beeld die je hiervoor zag. Met die mintkleur en die stipjes. Alleen dit is weer een ander printje. Met, ja, een panterprint. En ik weet niet wat er allemaal op staat. Sterretjes nog erdoorheen. Het is bruin. Ik hou eigenlijk helemaal niet zo heel erg van bruin. Maar op een of andere manier, ja, door die andere dingen er doorheen vond ik hem heel erg leuk. En met een zwart t-shirt of zo is dit heel erg leuk. Dit kan ik nu ook nog aan met een jasje en zo erbij. Dus deze heb ik in een maat S. Was die andere ook, die zat prima. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat dit gewoon helemaal top was. Dus deze, echt super leuk voor een tientje.
Dan vis ik. Oh ja! Dit jurkje had ik gelijk in het begin al gevonden. En toen bij de kassa kwam, dacht ik, oh ja, die had ik er ook in. Maar dit is zo'n heel erg schattig jurkje met een lief bloemenprintje. En ik weet het, we gaan de herfst in. Maar ik dacht, ja, weet je, het wordt ooit weer zomer. En dan is zo'n jurkje is op mijn school heel erg handig. Hij loopt hier zo heel schattig met roezeltjes. Hij is van voor iets korter, maar hij komt echt op voor, zeg maar, net iets boven mijn knie. En dan achter op mijn knie. Dus dit is een prima lengte waarin ik op school mee kan werken. En ja, er zit nog zo'n koord bij, dus dan kan ik hem strikken. Deze was volgens mij 15 euro. Ik heb hem in een SM. En ik vind hem zo schattig. Hij is gewoon heel erg leuk. En toen dacht ik, nou, voor 15 euro zo'n jurkje, dat is altijd handig. Tussendoor nog een 15 euro kortingscode. Die hebben ze er ook bij gedaan. En we kregen bij de kassa ook nog een brownie bar cookie pecan. Ik heb hem nog niet geproefd zoals je ziet. Less sugar, high fiber of zo. Nou, die kan ik nog een keer opeten. Dan kom ik nog bij een andere broek uit. Want het was echt gek huis, joh. Bij de spijkerbroeken waren ineens heel veel mensen. Ik denk, wat is dat toch? Maar alle spijkerbroeken waren 10 euro of 5 euro. De meeste waren 5 euro. En deze is dus ook voor 5 euro. Het is een boyfriend model. Dat heb ik nog niet. Ik heb wel een mom jeans, een straight jeans. Maar geen boyfriend model. Ik dacht, ik zie wel of het bestaat. Kom ik dan wel achter. Hij staat best wel heel erg leuk. Het is een 36. Dat was wel het nadeel. Ze hadden allemaal XS of S aan broeken. XS kom ik gewoon niet in. En dit was echt wel tricky. Maar ik kom erin en hij past. En ik vind hem heel grappig. Er zitten scheurtjes op en verfspetters en dingen en teksten. You go girl. Nou, die dus voor 5 euro. Ja, in de maat 36. Helemaal leuk. En dan kom ik bij het laatste onderdeel aan. Ook alle schoenen waren in de sale. En alle schoenen waren 5 euro. Ik herhaal weer 5 euro. En toen dacht ik, ja, voor 5 euro, weet je, is dat gewoon heel erg leuk. Ik kom om in de sneakers. Het is echt niet dat ik op blote voeten hoef te lopen. Maar ik vond deze ook gewoon zo grappig. En voor 5 euro, ja, mijn sneakers worden gewoon smerig. Dus ik dacht, nou ja, weet je, dan heb ik gewoon nu weer nieuwe witte-achtige sneakers. Die ik dan mooi moet zien te houden. Ik heb maat 39. Nou, dat heb ik echt nooit. Ik heb vaak 37 of 38. Maar op een of andere manier was bij 38 mijn tenen waren iets zo aan het doen. Ik dacht, en als ik daar ook nog een zooltje in wil stoppen, mijn op maat gemaakte zooltjes gaat niet passen. Dus ik heb een 39. Ik hoop dat het zooltje erin past. En nou ja, voor 5 euro deze schoenen helemaal leuk. Dat waren dus alle aankopen. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind ze echt heel erg leuk. Mocht er weer zo'n must-have sample sale zijn, ik zou er gewoon heen gaan. Het is alleen al leuk om ertussen te kijken wat er allemaal hangt. Het is natuurlijk niet echt een nieuwe collectie. Waarschijnlijk zullen ze eind van de winter of zo misschien ook zoiets doen met allemaal winterkleding terwijl je de lente ingaat. Maar goed, weet je, het wordt ooit weer een keer ander weer, denk ik dan maar weer zo. Ik ben heel erg blij met de aankopen. Ik vond het een hele leuke middag. Het was heel erg gezellig met mijn moeder. Ik heb heel veel gelachen. Het was leuk om zoiets een keer mee te maken. Vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal weer. En ik zie je bij een nieuwe video. Doeg!